We staan op de Van IJsseldijkstraat in Purmerend. Wat is er gebeurd? We kregen melding van een frontale aanrijding tussen twee personenauto's vanavond. Ter plaatse bleek dat er inderdaad twee personenauto's frontaal op elkaar waren gebotst. Oorzaak was extreme gladheid, was bijna niet te lopen. En het bleek dat er twee personen lichtgewond waren en twee andere inzittenden van de andere auto die waren zwaarder gewond. En die zijn overgebracht naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Eén persoon zou bekneld zijn geraakt, klopt dat? Nou, echt bekneld zat hij niet, maar hij had onbekend inwendig letsel. En daardoor is er voor gekozen om hem toch via de brandweer uit het voertuig te halen. Maar hij zat niet bekneld.